Vandaag ben ik in het Duitse Rüdesheim, waar ik een bezoekje breng aan wijnhotel Zum Grünen Kranz. Dit gemoedelijke hotel is al sinds 1826 een familiehotel en is een mooi uitgangspunt om de prachtige regio te ontdekken of 's avonds een lekker wijntje te drinken. Nou, zoals je ziet is het ook nog gevestigd in een paar prachtige historische panden. Hallo, guten Tag. Herzlich willkommen im Weinhotel des Riesling Zum Grünen Kranz in Rüdesheim. De 44 hotelkamers zijn verdeeld over 3 kamertypen, waaronder deze gemoedelijke standaardkamer. En daarnaast zijn er nog een aantal kamertypes die net iets ruimer zijn en voorzien van een aantal extra's. Dat zijn de superior kamers en de deluxe kamers. Vanuit het hotel stap je zo Rüdesheim in. Dit schilderachtige plaatsje ligt tussen de Rijn en de prachtige wijnranken. En alles hier staat dan ook in het teken van wijn. Nou, daarnaast heb je hier ook nog leuke winkeltjes, veel terrasjes. En wat helemaal uniek is, je kunt met een kabelbaan over de wijnranken heen. Als je bij Hotel Zum Grünen Kranz verblijft, kun je de fiets thuis laten, want ze hebben hier een breed aanbod aan fietsen. Naast gewone fietsen hebben ze hier ook elektrische fietsen, wel handig als je de berg op moet. En mocht je toch je eigen fiets mee willen nemen, dan kun je deze hier overdekt in afgesloten stallen. En er zijn oplaadpunten voor e-bikes. Wat dit hotel echt tof maakt, is dat je een sfeervol restaurant hebt en een prachtige biertuin waar je s'avonds lekker een biertje of een wijntje kunt drinken of kunt genieten van een heerlijk diner. Nou, en als je bij voordeeluitjes.nl boekt, krijg je er standaard een 3- of 4 gangen menu bij. Dus dat wordt bourgondisch genieten. En met dit heerlijke ontbijtje hier in de serre komt mijn bezoek aan Wijnhotel Zum Grünen Kranz alweer tot een eind. Nou, ik heb het echt super leuk gehad. De omgeving is sprookjesachtig en daarnaast heerst er in het hotel een gemoedelijke sfeer en ze hebben heerlijk eten. Nou, lijkt dit jou wel wat? Kijk dan verder op onze website www.voordeeluitjes.nl en ga erop uit.